ophef rondom de Radboud Universiteit. In de nacht na zaterdag, in aanloop naar de drukke open dag, werd de bibliotheek beklapt met anti-Israëlische leuzen en werden er Palestijnse vlaggen gehesen. Vandalisme volgens de meesten, maar medewerker Harry Petit wijt er een positieve tweet aan. Honderden boze reacties volgden hierop. In de betreffende tweet ging het over mooie Palestijnse vlaggen die gehesen waren door studenten die opkomen tegen de apathie en onverschilligheid van onze instellingen, aldus de omstreden docent in kwestie. Ondanks dat studenten aan de Radboud Universiteit de Palestijnse vlaggen hadden gehesen, waren niet alle studenten aan de Nijmeegse Universiteit het eens met hoe de kwestie aan werd gepakt. Ook de met graffiti besmeurde bibliotheekmuur kreeg wisselende reacties. Wat voor vlag hebben ze opgehangen? Ja, ik vind het wel een beetje raar dat het gebeurt op een open dag eigenlijk. Als mensen dan zeg maar willen komen voor een nieuwe studie en zo, dat ze dan dat eigenlijk ja, een beetje willen tegenhouden of zo. Ja. Oh, ik vind dat wel iets goeds. Ik denk dat we wel een beetje een beeld moeten geven aan de rest van dat er toch wel echt iets aan de hand is. En dat we het niet zo 1, 2, 3 kunnen laten liggen. En dat wij het al hier allemaal best wel prima hebben, maar daar hebben ze het allemaal een stuk zwaarder. Ik heb daar niet een hele sterke mening over. Nee, sorry. Ik vind het op zich goed dat de school zich uitspreekt tegen alles wat er in Gaza gebeurt. Mm-hmm. Maar ik vind wel eens objectief moeten blijven. De Radboud Universiteit laat weten nog een schriftelijke reactie te geven op een later moment. Ik vind het wel goed dat ze zeg maar aandacht voor vragen. Maar ik denk niet dat dit helemaal de plek is. Want je wil ook gewoon op een open dag open zijn voor echt iedereen. En dat ben je dan op dat moment misschien helemaal niet. Dus ik denk dat dit niet helemaal de goede plek was geweest. Maar had het dan eerder in de stad gedaan of zo.